Ik heb afgesproken met Peter en Renate. En Renate ken ik al, want die heeft een keer eerder gehuurd samen met haar moeder. Maar nu zo enthousiast geworden dat ze op zoek zijn naar een koophuis. Zo, kijk eens eventjes. Hey. Hoe is het? Hi. Hoi. Alles goed? Ja, zeker. Hi, Tim. Hi. Hallo. Hi, Peter. Hi, Peter. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja. Ik ben zo enthousiast dat ik daar ben. En waar is je moeder? Nee. Waar is je moeder? Nee, ik ga nu voor het Eggie. Je gaat nu voor het Eggie. Ja, ik had natuurlijk met mijn moeder die vakantiewoning gehuurd. En dat is echt zo goed bevallen. Ik kwam echt tot rust. En dat was echt heerlijk niks doen. Terwijl thuis gaat alles maar gewoon door. Dus ik heb hem enthousiast gekregen en we gaan nu voor het Eggie. Nou, leuk. Dus ik mag jullie vandaag rondrijden. Op zoek naar een mooi vakantiehuis. Ja. Ja, te gek. Ja. Ik ben enthousiast ook. Ik nu al met het aankomen hier. Dit is leuk, hè? Prachtig. Het is natuurlijk een van de nieuwe parken van Europarks. Wat vind je ervan? Hou je van dit soort omgevingen? Dit is een prachtige omgeving. Veel natuur, veel bos, veel ruimte, veel mogelijkheden. Lekker wandelen, lekker fietsen. Ja, het is een topomgeving. Waar moet zo'n vakantiehuis aan voldoen, Peter? Het vakantiehuis moet vrij gelegen zijn, het moet licht zijn, ruim, wat hoger. Ik ben vrij lang, dus het is wel lekker als ik ook de ruimte heb. Volgens mij kunnen we daar wel aan voldoen, denk ik allemaal. Ja. Zullen we maar eens gaan kijken? Heel gaan jullie mee? Ja. Kom op, kijk eens eventjes. Dit is hem. Jeetje. De Bos Lodge 2.0. Prachtig. Mooi, hè? En kijk eventjes, helemaal strak en nieuw aangelegde tuin. Wat zei je nou net toen we aankwamen lopen? Een soort beetje golfbaan. Ja, een soort golfbaan. Nou, zo mooi is het wel aangelegd. Ja. Mooie greens. Ja, het ziet er keurig uit, jeetje. Leuk, hè? Ja, veel groen, lekker. Ja, moet je even luisteren ook. Zeg eventjes. Ja. Echt vogeltjes. Ja, een paar kindjes op de achtergrond. Maar ja, dat mag, die komen hier natuurlijk ook vakantie vieren. En wat vind je ervan zo? Want ze zijn hier echt wel toch een heel bijzonder plekje weer aan het aanleggen. Dit heet dan de Zwerfhut op Hoogte. Leuk, hè? Dat is toch geweldig? Daar wilde je vroeger altijd al in. Ja, toch? Nu kan je er gewoon lekker in slapen. Ik ben er in geweest. Het is echt gek, zeker. En daaronder zit dan een schommel. Dus dan kan je dan s'avonds toch met z'n tweeën, met een flesje wijn, een plankje met van die lekkere dingen erop, kan je daar natuurlijk heerlijk vertoeven. Maar het gaat natuurlijk om deze. Ja. Nou, hele grote ramen, dus dat belooft natuurlijk binnen veel goeds. Zullen we maar binnen gaan kijken? Ja, leuk. Ja, toch? Ik ben nieuwsgierig. Ja. Oh, lekker. Verrassend. Mooi. Leuk, hè? Ja, zeker. Ja, kijk, dit is natuurlijk wel echt prachtig. Ik vind ook die schuine vorm heel mooi. Vind je de ui daarvan? Ja. En ik vind het ook leuk, weet je, veel natuurlijke materialen. Dat klopt gewoon met de omgeving. Ja, kom, ga lekker even zitten. Ja. Dat is toch heen. Ja. Mooi, hoor. Ja, het is lekker licht. Ja. Hoog plafond. Ja. Nee, het voelt voor mij ook heel goed. Mooie materialen en om je heen alleen maar groen. En bos en... En veel ramen, hè? Je kan alle kanten op kijken. Nou, het is natuurlijk geschikt voor 4 personen. Er zitten 2 slaapkamers in. Ja. Vorige keer was je natuurlijk met je moeder. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat jullie vertelden dat je eigenlijk heel erg van terrasjes pakken hield. Ja. Shoppen, lekkere wandelen door grote steden. Ja. Nou, dat is nou niet direct hier in heel erg dichtbij, hè? Dan moet je iets zeggen. Ik denk dat we nog best dichtbij bij Apeldoorn zitten. En Arnhem is in de buurt. Ik denk dat ik er moet tegenhouden om niet elk weekend te komen. Want wij komen eigenlijk voor onszelf, hè? Elk weekend. Ja, de schoonmoeder is een beetje overdreven. Ja. Nou, bij het binnenkomen hebben we de keuken gezien. Volgens mij zit daar alles in wat je nodig hebt om een avondje lekker te kunnen koken hier. Als je natuurlijk besluit om niet ergens anders te gaan eten. Het enige wat we nog niet goed bekeken hebben zijn natuurlijk de slaapkamers en de badkamer. Zullen we daar kijken? Jazeker. Ja. De vakantiewoning is luxe en heeft een schitterende badkamer. Oh, dat is lekker ruim. Ja, het ziet er keurig uit, zeg. Ja. Oh, wauw. Deze woning overtreft alle verwachtingen. Ja, ik ben echt blij verrast. Het is centraal gelegen. Het zit toch midden in het groen en ik hou ervan. Hier kom je tenminste tot rust. En als ik het wil, dan kan ik de grote steden gewoon opzoeken. Het is prachtig hier. Het is rust. Je kan er heerlijk fietsen. Ik sport ook graag. Ik loop een beetje hard. En dat kan ik hier ook lekker doen, ja. Het is echt een heel mooi park. Ik hoop natuurlijk stiekem dat mijn moeder dit ook helemaal leuk vindt. En dan kunnen we hier samen lekker buiten een wijntje drinken, de steden bezoeken. Maar vooral ook veel wandelen en gezellig met elkaar samen zijn. Dat jullie heel enthousiast waren, dat had ik al een beetje gezien. Ja. Wat is het gevoel? Welk gevoel overheerst?
Ja, een positief gevoel. Het is hier prachtig. Vakantiewoning is ook erg mooi, erg ruim. Renate heeft me terecht enthousiast gemaakt. Ja, het is gewoon een prachtige omgeving. Het is een nieuw park, dat kan je aan alles merken. Het is goed afgewerkt. Je ziet gewoon heel veel rust en ruimte en groen. Ja, en dat is wat we willen opzoeken. En als ik hier dan de volgende keer terugkom, dan hebben jullie hier je eigen plekje? Ja, ik hoop wel dat we hier straks inderdaad op ons eigen plekje gaan zitten. En af en toe dan mag moeders wel mee. Nou, ik hoop jullie dan de volgende keer hier te zien. Met je eigen fijne plekje. Je bent altijd welkom. Op de koffie? Voor een bakje koffie.